Goed bestuur is een centraal aandachtspunt voor veel organisaties die Toolbox ondersteunt. Zowel de leden van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering, als de operationele teams spelen een sleutelrol in het governanceproces. Bij Toolbox zijn we ervan overtuigd dat het door een goede samenwerking en connectie tussen mensen is, dat de organisatie haar volledig potentieel kan ontplooien. Om het jaar goed te beginnen, bieden we u een thematische podcast in 4 afleveringen rond het belangrijke onderwerp van goed bestuur. Veel plezier met luisteren. Welkom beste luisteraar op de podcast van Toolbox. Het topic van vandaag gaat over goed bestuur, meer bepaald het menselijk aspect van een dynamische raad van bestuur. Vandaag zitten bij mij Iris van de Wallen, voorzitter, en Ivan van den Broeke, bestuurder bij Zorghuis Oostende. Hallo beiden. Misschien starten met kort voor te stellen Zorghuis Oostende. Wat doen jullie? Goedemiddag van onze kant ook uit. Dus het Zorghuis Oostende is een organisatie onder structuur van een VZW die in Oostende actief is met de opvang van mensen die geconfronteerd worden met kanker. Dus wij proberen die op te vangen als gasten en hen een thuis te bezorgen in die moeilijke periode toch. We proberen hen dus uit de ziekenhuissfeer te halen, waar dat ze medisch perfecte zorgen krijgen. Maar we proberen ook de warme kant van het verhaal toe te voegen door hen in een huis te ontvangen met een persoonlijke sfeer. En uiteindelijk wordt dat ondersteund door een 40-tal vrijwilligers die mensen opvangen dag in dag uit, 24 uur op 24. Dat geheel wordt dan gecoördineerd door een coördinator, Hanne, die in feite de hele organisatie van het huis op zich neemt. En dat gaat van de hele kleine dingen tot toch wel complexere, of het centjes binnenzamelen, organiseren, planning doen van de vrijwilligers en dergelijke meer. Belangrijk is dat we op Hanne na, dat iedereen dus in feite dat belangeloos doet en daar probeert dus vanuit zijn eigen overtuiging een steentje toe bij te dragen. Fijn om te horen, Ivan. Een paar jaar terug heeft de Zorghuis Oostende de zoektocht gestart naar nieuwe bestuurders. Iris, kunt u misschien omschrijven op welke manier dat de huidige raad van bestuur is samengesteld. Hoe zijn jullie daar toe gekomen? Ja, ik moet een beetje achtergrond misschien geven over de geschiedenis van bestuur in het zorghuis. Dat is 10 jaar geleden, iets meer dan 10 jaar geleden, samen met Johan Valken, onze voorzitter, toen begonnen. Die hebben daar een heel proces doorgemaakt. Er zijn al een paar keer wel andere bestuurders gekomen, maar in 2018 was er toch een lichte crisis in het zorghuis en was het nodig om echt heel duidelijk de rollen te stellen van wat doet de coördinator en wat is de taak van al onze bestuursleden. En door deze oefening te doen, kwamen Johan en het team dat er toen was toch uit dat ze wat vernieuwing in hun team nodig hadden, wat extra mensen van buitenaf. En ze zijn toen samen met Toolbox daar ook over aan het nadenken geweest. Ze hebben toen een vacature ook opgesteld. Helaas hadden ze daar niet zoveel reactie op. Ik was eigenlijk de enige die daar toen in de tijd heeft op gereageerd. En zo ben ik wel in het zorghuis terechtgekomen als bestuurder. Maar eigenlijk door dat op te stellen, had Johan, ook al de voorzitter, een goed idee van waar ben ik naar op zoek. En hij is heel veel op baan gegaan in en om Oostende, naar allerlei activiteiten. En hield daar eigenlijk altijd zijn ogen open om te zien wie zou er hier eigenlijk passen in mijn bestuur. Wie staat hier voor dat engagement om het zorghuis groter te maken, om het zorghuis goed te maken. En zo is hij eigenlijk in contact gekomen met een aantal bestuurders, die mensen die hij op zijn tocht aangesproken heeft, die meestal niet direct toehapten, want ja, die dachten, oei, wat komt die meneer hier nu mee af? Of ze kenden Johan wel en zagen dat niet direct zitten.
Maar zo is dan eigenlijk nog 3 nieuwe mensen in het bestuur gekomen en heeft hem eigenlijk op basis van de foto die hij had van deze rollen heb ik allemaal nodig in mijn bestuur. En dan van zijn zoektocht heeft hij eigenlijk een nieuwe bestuursploeg samengesteld. Tegelijk eigenlijk in 2019 heeft hij ook een nieuwe coördinator aangetrokken. En als je ons organogram zou zien, dat is geen hiërarchisch organogram, maar je ziet daarop onze coördinator in het centrum staan. En eigenlijk staan wij met ons 8 bestuursleden, want met zoveel zijn wij nu, allemaal daar rond en hebben wij elk in ons bolletje een aantal taken die wij wel elk opnemen en waar onze coördinator van weet, ah oké, okay, ik heb iets met de vrijwilligers, ik kan die persoon contacteren. Ik heb iets met de doorverwijzers, ik contacteer die andere persoon. Ik heb iets rond communicatie, ah, daarvoor is Yvan, die hier nu aan tafel is, onze expert. Hè. Of er is iets rond de VZ2 of statuten, dan zal die naar mij komen. En ga zo maar door. Zo hebben wij dus een ploeg van, ook als er iets lekt in het zorghuis, hebben wij ook een bestuurder die dan de handen uit de mouwen steekt en daarvoor zorgt. Dus je ziet, het is eigenlijk gekomen vanuit de voorzitter die de noodzaak zag, die ook in een rol zat dat hij heel veel zelf deed, is er eigenlijk een nieuwe ploeg gekomen waar de taken nu verdeeld worden. En zo zijn wij nu met een nieuwe bestuursploeg sinds 2020 aan de slag. Je zei daarnet, er is een nieuwe bestuursploeg. Jullie zijn, zijn beiden ook bestuurder, hè, voorzitter en bestuurder. Sinds wanneer zijn jullie zelf toegetreden tot het bestuur? En wat heeft voor jullie persoonlijk eigenlijk, wat was jullie persoonlijke drijfveer om in het bestuur van Zorghuis Oostende te stappen? Ik ga misschien Ivan de vraag eerst door laten beantwoorden. Ik denk dat ik nu... Hier is verbeter mij, maar 2 jaar zeker bijna zit ik in, In het zorghuis. Ja, een goede 2 jaar zit ik erin. Mijn motivatie was eigenlijk, alleen mijn persoonlijke motivatie, los van het zorghuis, was eigenlijk dat ik... in het leven heb ik veel in het zakenleven gestaan enzovoort. En ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat ik een lucky one was. Dat ik iemand was die altijd, ook al op het soms moeilijk, zoals iedereen wel weet die ondernemend is, ook al op het wat moeilijk, heb ik altijd zo in de slotsom altijd het gevoel gehad, ik ben een lucky one. En dat is vooral gebaseerd als ik hier rond u kijk. Je ziet mensen die even vreugdevol en misschien meer vreugdevol in het leven staan dan ik en met de positiviteit en zo. Maar die worden plots met iets geconfronteerd wat dat buiten hun kunnen om is. En dan, de rest moet ik u eigenlijk niet veel toelichten. En ik had altijd zo'n gevoel, ik wil iets terug doen. Ik heb van mijn ouders mogen studeren. Ik heb al mogen doen dat ik hoesting had. Ik had een partner en kinderen die mij gesteund hebben in alles wat ik deed. Of die mij juist met rust lieten, omdat ik met andere dingen in mijn hoofd zat. Dat zij soms wel een keer wilde. Dus dat is ook een contributie. En dus ik had sowieso het idee vanuit mijn persoon van, kijk, ik wil iets terugdoen naar de maatschappij met de talenten dat ik eigenlijk heb. Dat ik verworven heb door de jaren, door te studeren, door ondernemend te zijn, door et cetera, et cetera. En dus was het in feite een project vinden waardoor dat je gecharmeerd wordt en waarvoor dat je voelt dat je motivatie alleen maar gaat groeien om dat te doen. En op een bepaald moment kwam Johan bij ons aan de deur kloppen. Ik zat in een serviceclub in het Oostendse. En kwam hij een keer bij ons aan de deur kloppen. Nee, het was eigenlijk nog omgekeerd. Het was eigenlijk wij die 30 jaar bestonden met onze vriendenclub. En een dag organiseerden waarvan we wisten dat geld ging opbrengen. We zeiden, we hebben dat geld niet nodig. Wat gaan we daarmee doen? En we vonden het zorghuis... doordat een van de leden wist dat bestond in Oostende, dat hij daar wel al over gehoord had. Dus hebben wij dat Johan gecontacteerd, die is bij ons gekomen. En om de een of andere reden zat Johan naast mij aan tafel. En is hij eigenlijk zo beginnen praten met mij. En heb ik dat meegedeeld, dat ik daar eigenlijk ook vroeg of laat nog wel een keer, maar niet met de intentie van, kunnen jij mij gebruiken? Maar een paar dagen later telefoneerde hij... En ben ik de befaamde filet-Amerikaan met hem gaan eten, zodanig dat hij mij heeft weten te overtuigen. Dus dat is een beetje het verhaal, mijn verhaal. Dank u wel, Ivan. En Iris, wat was jouw motivatie?
Ja, die Philippe Puur daarvan, van onze voormalige voorzitter, dat is zo legendarisch geworden om mensen aan te trekken. Maar zo ben ik niet gelokt. Eigenlijk had ik een dubbele motivatie. Ik had te maken gehad met kanker door het overlijden van mijn echtgenoot in 2019. En ik heb eigenlijk ook West-Vlaamse roots. En toen ik toevallig eigenlijk die vacature zag staan voor het bestuur in Oostende, dacht ik. Ik heb altijd nu in Antwerpen gewerkt, al 30 jaar. Het is misschien eens interessant om eens met West-Vlamingen iets te doen. En weet je wat dat Ivan ook zei, iets goeds te doen, en zeker voor mensen met kanker. En ik kende eigenlijk het initiatief niet, maar zoals Ivan ons al uitgelegd heeft, is het zo'n mooi huiselijk gebeuren, een opvang voor mensen die alleen zijn, die niet geluk hebben om een opvang te hebben en met goede zorg omringd te zijn, maar die daar met kanker zijn, die in een chemosituatie zitten, zich niet goed voelen, maar niet in het ziekenhuis kunnen blijven, niet naar huis kunnen, en die daar in ons zorghuis opgevangen worden. En ik vond dat zo'n mooi initiatief dat ik dacht, ja, daar kan ik toch echt wel iets voor betekenen. En het was ook voor mij een heel andere sector, omdat ik ingenieur van opleiding ben. En ik kwam in een team terecht met mensen die in de zorg zitten. En ik vond dat ook die combinatie van mij misschien eerder analytisch, rationeel denken met de mensen die in de zorgsector zitten. En daar met hen te mogen samenwerken en te zien dat wij toch zoveel raakvlakken hebben. Ook al kom je dan in een heel andere wereld terecht. Dat vond ik ook heel, heel boeiend om dit te gaan doen. En eigenlijk ben ik dan voorzitter geworden, gewoon omdat we iemand moeten hebben die voorzitter was, maar eigenlijk goed wetende toen dat we erover gesproken hebben, ja, moet hier iemand de rol van voorzitter pakken die dat toch een beetje het overzicht houdt, heb ik dat gedaan onder één voorwaarde. Ik heb toen met Ivan ook gesproken en met de andere mensen en gezegd, ja, ik wil dat wel doen, maar dan heb ik jullie echt allemaal nodig. En eigenlijk hebben ze allemaal gezegd, ja, we zien dat zitten en we gaan als een ploeg dat hier waarmaken. En ja, dat gewoon ook de energie dat ik eruit kreeg van die groep, heeft mij gemotiveerd om dit nu te doen. Dank u wel om dit te delen. Heel inspirerend. Je haalde het daarnet al aan. Jullie zijn een ploeg, jullie zijn een vernieuwde ploeg. Hè? Het topic van vandaag gaat over ja, het goed bestuur, maar vooral dan ook het menselijke aspect van een dynamische raad van bestuur. Ja, hoe zien jullie dat menselijke aspect? Of hoe pakken jullie dat aan binnen jullie raad van bestuur? Goed, hier is of ik. Ja, begin maar. We Ik gaan, zal ja, zeker ik ga aanvullen. beginnen. Ik ga beginnen. Oké, okay, goed. Even aan de kaart trekken, maar. Nee, wat heel belangrijk is, denk ik, is dat je in een ploeg terechtkomt. Waarbij dat je van in het begin voelt dat je kunt praten. Dat je jezelf kunt zijn en wat dat je wilt doen voor het zorghuis Oostende. Dus ik gaf het daarnet al even aan, maar ik vond dat echt. Uitzonderlijk dat hij op zo'n korte periode dat eigenlijk die ploeg elkaar vond. Dat heeft natuurlijk te maken met de samenstelling van de groep. Alle mensen respecteren elkaar, accepteren elkaar. Maar het heeft ook wel, denk ik, te maken met het feit dat dus de verdeling van de taken onder elkaar klaar en duidelijk is en afgestemd is op wie dat je als persoon bent. Hè? Zonder daarom uit het oog te verliezen dat we er moeten zijn voor elkaar als die andere je nodig heeft, die andere bestuurder bedoel ik. Hè? Het is niet omdat iemand de logistiek voor zich neemt dat wij onze rug draaien op het moment dat er 3 bedden moeten in de woning ondergebracht worden. Hè? Om nu iets praktisch te zeggen dat recent gebeurd is. Dan waren daar plots 3 van de 8 bestuurders mee betrokken die dat tot een goed einde gebracht hebben. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is. Een vorm van verbondenheid vinden, kracht en inzet die je zelf stimuleert om verder te gaan. En dat je elkaar, laat ons zeggen, energie geeft daarin. Dus die mix is heel belangrijk. Ja, en dan iets wat Iris, onze voorzitter, toch al aangehaald heeft. Dat is die belangeloosheid en dat gratis werken voor iets. En als je een vergoeding krijgt, dan heb je zoiets, een afweging en een balans van ik geef dit en ik krijg daar dat voor terug. Wat we hier terugkrijgen is warmte,
is een zelfvoldoening. Het is iets waarbij dat je weet dat je het voor niks doet, dat je weg en weer rijdt enzovoort enzovoort. Maar je krijgt daar innerlijk krijg je daar iets voor terug. En dat is iets die onbetaalbaar is. Zeker als je in business zit en zo. En als je ziet aan andere mensen dat eigenlijk nog beter doen dan dat jij zelf dat doet, dan wil je daar naartoe. Wil je daar naartoe optrekken. Dan wil je die ander niet in de steek laten. En dat is anders dan dat er valuta tegenover staat, denk ik. Dat is een beetje zoals dat ik het zie. Ja. Dus goede taakverdeling, talenten op elkaar afstemmen. En ja, Iris, ik onderbreek. Ja, ik voel nog graag aan ook, want ik ben ook wel zeer waardegedreven. En ik vind dat heel belangrijk is dat wij als 8 bestuursleden en coördinator en eigenlijk ook onze vrijwilligers, dat wij dezelfde waarden koesteren. Dat is echt zo'n basis. Wij hebben in het zorghuis 3 waarden: verbondenheid, kracht en respect. En je kunt dat een beetje invullen zoals dat je dat wilt. Maar wij zorgen eigenlijk dat we eigenlijk een unieke relatie hebben met het hele team. Hè? En dat we eigenlijk iedereen in zijn kracht laten doen, naar gelang dat hij kan. Zoals dat we de taken ook verdelen. En dat doen we ook met onze vrijwilligers. Hè? En dan eigenlijk dat respect voor elkaar. En dat maakt echt wel dat ons team er staat. Dat we inderdaad op heel korte tijd ook het vertrouwen van elkaar hebben. En dat is ook zeer belangrijk, dat we ons veilig voelen. Want we gaan hier niet doen alsof dat allemaal koek en ei altijd is. Er moet ook mogelijkheid zijn dat je een discussie hebt. En ik vind in onze groep, wij hebben af en toe een keer iets dat we een andere opinie hebben. Maar dat wordt altijd met die waarde van respect behandeld. En iedereen voelt zich veilig genoeg om dat ook te zeggen. Als wij iets gaan organiseren voor de vrijwilligers en de ene vindt dat goed, maar de andere vindt dat niet goed, dan leggen die dat daar spontaan op tafel. En we beginnen niet elkaar uit te schelden of zo, maar we komen daaruit. We zeggen, we gaan die activiteit dan wel doen of niet. Want zeker in deze tijden met corona is ook niet alles zo simpel. Dus je moet af en toe een keer aftasten, hoe gaan we dat hier oplossen? En dat is niet zo evident dat wij allemaal hetzelfde denken. Dat hoeft ook niet. Maar doordat we een soort vertrouwen hebben in elkaar en een veiligheid, dat we weten, wij staan hier allemaal geëngageerd voor dat zorghuis. En het is niet, ik heb iets tegen die persoon of die persoon, maar nee, ik heb eigenlijk hetzelfde doel. We gaan het zorghuis hier waarmaken. Dat geeft eigenlijk dat wij dat menselijke, die verbondenheid hebben in onze groep, Ivan. Ik denk, vult mij aan als je nog wilt. Maar nee. Ik wil niet doen alsof dat zomaar evident is. Dat je altijd beste vriendjes bent, dat is niet zo. Maar je hebt hetzelfde doel waar je naartoe wilt en met dezelfde waarden. En dan denk ik dat dat echt wel mogelijk is met ons team. Ja. En je merkt dat ook, een paar van ons hebben echt wel een heel drukke agenda. Hebben echt een heel drukke agenda. Sommige mensen zitten in de zorg, dus dan moet ik het niet. Alleen moet ik er geen tekeningetje bij maken in welke situatie dat die mensen zitten van bestuur. En toch zijn die iedere keer opnieuw op die bestuursvergadering aanwezig. Nemen zij de tijd voor hun verantwoordelijkheden? Doen zij hun bijdrage zoals dat het afgesproken wordt? En ja, dat is toch niet evident. Ja, we hebben, ik denk ook een mooi voorbeeld, 1 bestuurslid dat eventjes uitgevallen is en de anderen hebben dat direct opgepakt en we hadden schrik, dat bestuurslid gaat misschien afhaken, maar dat is helemaal niet gebeurd. Integendeel, die blijft zo geëngageerd en ik ben zo blij dat we haar met de groep hebben kunnen dragen en dat ze zei, ik kom terug vanaf januari. Dus als je een goede ploeg hebt, dan kun je ook al een keer een moeilijke periode hebben, maar dan raakt het er wel door. En ja, yes. Hartelijk het is niet dank, gemakkelijk, maar het lukt wel. Hartelijk dank, Iris en Ivan, om jullie ervaring te delen. Heel waardevol. Misschien nog een laatste vraag. Welke tip zouden de luisteraar kunnen meegeven die eventueel ook in een organisatie of als bestuurder aan de slag is? Goh, ik zou zeggen, neem een stukje van uw tijd en investeer dat in belangeloos iets doen voor een ander.
Ik denk dat dat echt is. Het is een beetje prekerig, maar ik ben absoluut niet gelovig of zo. Maar in deze denk ik dat dat echt een persoonlijke meerwaarde heeft. Wel een voorwaarde waarvoor je je engageert, moet je wel kunnen waarmaken. Moet je wel, of wat je zegt dat je gaat doen, moet je ook wel kunnen doen. Anders kom je in confrontatie met jezelf. En dat, dus. Maar anders zou ik zeggen, doe het zeker. Het geeft zoveel voldoening. Ja, ik kan het niet meer beter zeggen, denk ik. Het is eigenlijk een onbetaalbare voldoening dat je eruit haalt. Maar het vraagt engagement, ja. Maar... ja. Dank u wel. Ik wens jullie heel veel succes met Zorghuis Oostende. Dank u wel ook aan de luisteraars om naar deze podcast te hebben geluisterd. Weet dat we bij Toolbox ook trajecten doen, zoals dat... Iris heeft aangegeven rond het begeleiden en de zoektocht naar nieuwe bestuurders. We hebben daar ook een specifieke methodologie voor. Als ze niet mij te contacteren, als ze met deze methodologie aan de slag wilt. Ik wens jullie nog een fijne dag. Tot binnenkort voor de volgende Toolbox podcast. Abonneer je op ons YouTube of Spotify kanaal en praat erover in je omgeving.